Hoi iedereen. In dit filmpje ga ik extra uitleg geven over het optellen en aftrekken tot 100 zonder brug. Wat dit juist is, dat zal in de rest van het filmpje wel wat duidelijker worden. We beginnen met een optelling in de vorm van een tiental plus een eenheid met als uitkomst dat tiental en die eenheid. Een tiental, dat is een getal dat eindigt op een 0, dus 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 en 100. De eenheden, dat zijn dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9. De tientallen worden voorgesteld door de staafjes en de eenheden door de blokjes. Vandaar gaat u ook de groene en de gele kleur zien. In dit geval is dus 50 het tiental en 4 de eenheid. Wat wordt er gedaan? De eenheden worden bij de eenheden van het tiental opgeteld. Dus 50 plus 4 wordt 54. Dan gaan we het nu andersom doen. We gaan dus een eenheid plus een tiental doen, waarvan dat de uitkomst ook een tiental plus de eenheid is. Bijvoorbeeld 6 plus 40. Ook hier worden de eenheden samengeteld en krijg je 46. Als dit een beetje moeilijk gaat, mag je bij de optelling de twee termen van plaats veranderen. Dan krijg je 40 plus 6 is ook 46. Dan gaan we naar een aftrekking. Een tiental en een eenheid min een eenheid en dan blijft het tiental over. Dat wil dus zeggen, als we 45 min 5, dus evenveel eenheden doen, dan krijg je 40. Dan komen we aan een optelling in de vorm van een tiental en een eenheid plus een eenheid is een tiental en een eenheid. Bijvoorbeeld 51 plus 4. De 4 en de 1 zijn de eenheden, dus die worden samengeteld en dan krijg je 55. Om dit een beetje duidelijker te maken voor jouw kind, kan je de tientallen telkens groen laten kleuren en de eenheden geel. Zo weet hij of zij telkens wat samen moet geteld worden. Een ander voorbeeld, 31 plus 3. De eenheden zijn hier ook geel gekleurd, dus de 3 moet bij de 1 bijgeteld worden en je krijgt 34. Hier is het weer omgedraaid, dus een eenheid plus een tiental en een eenheid is een tiental en een eenheid. Bijvoorbeeld 6 plus 43. Ook hier ziet u dat de eenheden geel gekleurd zijn en de tientallen groen, zodat duidelijk is dat de 6 bij de 3 moet geteld worden en dan krijg je 49. Als dat een beetje moeilijk is, dan mag je bij een optelling de termen van plaats veranderen en dan krijg je 43 plus 6. En dat is dan ook 49. Dan komen we aan een tiental en een eenheid plus een eenheid, dat wordt een tiental. Dat is wanneer de eenheden samen 10 vormen. 51 plus 9, de 1 en de 9 worden samengeteld, dat is samen 10 en dat wordt dan een nieuw tiental, dus dat wordt het volgende tiental 60. Of 35 plus 5, de 5 en de 5 worden samengeteld, dat is ook een nieuw tiental en dat wordt dan 40. Dan komen we aan een eenheid plus een tiental en een eenheid is een tiental. Bijvoorbeeld 6 plus 44. Ook hier worden de eenheden samengeteld. Die zijn nog steeds geel gekleurd. Deze vormen weer samen 10, waardoor dat er een nieuw tiental gevormd wordt en je 50 krijgt. Ook hier mogen de termen van plaats veranderd worden en krijg je bijvoorbeeld 44 plus 6. De 4 en de 6 zijn de eenheden, dus die worden samengeteld. Dat wordt dan een nieuw tiental en dat wordt dan 50.